Vandaag vanuit Leeuwarden. En Tom, jij kan mij wel vertellen waar we hier zijn. We zijn in het Natuurmuseum Friesland en daar hebben we vandaag onze nieuwste attractie, Onderwater-safari, geopend voor het publiek. En wat houdt dat in, die Onderwater-safari? Het houdt in dat je eigenlijk een uh, duikje onder water gaat nemen. Je gaat de onderwaterwereld van Nederland bekijken en die van Friesland in het bijzonder. En je vaart als het ware door de onderwaterwereld van Friesland heen. In die attractie ga je dus het zoete uh, water zien van sloot en plas. Je gaat op een gegeven moment door een sluis heen en dan kom je ook in de Waddenzee. Dus laat u ook de Waddenzee zien. En wat is er zo bijzonder aan de onderwater safari? Nou, het bijzonder is, we hadden vroeger Friesland onder water. En dan liep je de trap af en dan ging je daar doorheen lopen. Nu ga je er met een soort Mystic Mover heen. Dat is een attractieparkkarretje wat we hebben ingezet. Je stapt in het karretje en je vaart eigenlijk door die onderwaterwereld heen. En dat maakt het heel bijzonder. Dus je bent onderdeel van een levend diorama aan het worden. Dus heel spannend. Ik ga kijken naar het weer en ik begin bij vannacht. Vannacht hebben we overal te maken met wat regen, maar het noordoosten kan het tot aan de ochtend droog houden. De temperaturen liggen vannacht tussen de 8 en 13 graden. Er is weinig wind uit het zuiden tot zuidoosten. Morgen, de eerste dag van de herfst, verloopt dan ook met regen en er valt veel regen. In het noorden en het midden van ons land wordt het in de middag droger. Het zuiden houdt de gehele dag last van veel regen en kans op wateroverlast. Vooral in het zuiden van Limburg lijkt de kans op wateroverlast groot. Overdag geen hogere temperaturen dan 13 tot 15 graden. De naar noordoost draaiende wind neemt toe tot matig. In de kustgebieden en in het waddengebied krachtig. In de avond eerst nog een bui, maar later overal een overgang naar geheel droog weer. In de nacht opklaringen. Op maandag is de zon erbij. Ook zijn er nog een paar buien of buitjes. De meeste buien in de westelijke en noordelijke kustprovincies. Het zuiden en zuidoosten houden het droog. De temperaturen liggen rond de 14 of 15 graden. Ronduit kil met een matige tot krachtige wind uit noord tot noordwest. In de nacht wordt het rustiger. Landinwaarts daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. Vooral in het oosten kanst op vorst aan de grond. We gaan vooruitkijken. Dinsdag droog weer en aardig wat zon. Koel met gemiddeld 5 15 graden. Woensdag droog weer, flink wat zon en overdag ongeveer 17 graden. Op donderdag gaan de temperaturen overdag richting weer 18 of 19 graden met geregeld zon. Aangenaam voor de tijd van het jaar. Nu even terug naar het Natuurmuseum in Leeuwarden. Was het druk vandaag? Het was hartstikke druk vandaag. We waren helemaal uitverkocht en voor de eerste dag is dat natuurlijk hartstikke goed. En als iemand het nou wil bezoeken de komende tijd, wat moeten ze dan doen? Naar de website van het Natuurmuseum gaan en daar kun je je tickets online kopen. Ik zeg geen ontmoeting vandaag, want morgen is mijn vader er weer. Ik zeg een groet vanuit Leeuwarden en tot de volgende keer.